President Ronnie Brunswijk zegt dat er meer haast gezet moet worden achter de exploitatie van de olievondsten voor de kust van Suriname. Hij zei dit vanmorgen voor aanvang van de Raad van Ministers. Brunswijk wil niet komen aan dat wat de president heeft gezegd, maar hij zegt dat hij nog steeds een eigen mening heeft als burger van het land. Ik ben niet de president. Ik ben de vicepresident en ik wil de president niet gaan tegenspreken wat hij heeft gezegd. Maar in ieder geval, ik ben ook een Surinamer. En wat betekent appreciation? Moeten we niet alleen laten aan die bedrijven. Als we bijvoorbeeld zeggen van, we komen pas met appreciation in 2030 of 2035, dat gebeurt met ons. Olie is van ons. Wij kunnen ook bepalen. Ja, en natuurlijk hebben zij geïnvesteerd daarin. Maar we moeten meer op tafel slaan om het sneller te doen. Ja, want pas wanneer dat is gedaan, kunnen we zeggen van, oké, we kunnen profiteren. Maar als die man zegt van, oké, is olie daar? En je weet het wat er gebeurt is, na een aantal jaren. Is er bijna olie niet meer nodig. Dan zitten we daarmee. Dan heb je olie niet meer. Nu moeten we genieten van de natuurlijke bron van ons. President Brunswijk zegt dat de gesprekken over deze kwestie met president Santokki gestaag verlopen. Hij is van mening dat er veel werk aan de winkel is en dat er wat druk moet worden uitgeoefend om zaken gedaan te krijgen bij de belanghebbende oliemaatschappijen. Ik wil geen discussie hierover. Gezonde discussie. De president is daarmee bezig en Staatsolie is in charge om dat te doen. En ze zijn haastig om een aantal dingen te finaliseren. En ik denk dat de president ook denkt in die richting. Hij begrijpt het ook dat we niet kunnen wachten tot einde dienst. Ja? Dus Suriname moet ook onbepaalde druk zetten om met die mensen te praten. Van, we willen eerder. Dus dat is het. Brunswijk is er zeker van dat de president dezelfde mening als hem heeft ten aanzien van de olie-exploitatie. De vicepresident gaf verder aan dat er nog veel andere vraagstukken zijn die hij aan de orde zal stellen.